Sinds vrijdag zijn er in de fietsenstalling aan de Bisschop Hamerstraat in Nijmegen oplaadkluisjes voor elektrische fietsen. Wethouder Tiemens wil fietsgebruik in Nijmegen stimuleren. Daarom komen er de komende jaren veel plaatsen bij in fietsenstallingen en de oplaadkluisjes horen ook bij dit beleid. Volgens de gemeente hoeven fietsers geen eigen kabels en batterijen mee te nemen. Maar dit lijkt niet te kloppen, want bij de oplaadkluisjes zijn geen kabels aanwezig.